Ik ben Erik Odijk en ik ben uitgenodigd door Tom van Gestel om op deze locatie iets te doen zoals ik ooit in Soesterberg heb gedaan in Nederland, maar het mocht ook anders. Toen ik hier was, kwam ik al vrij snel op het idee om de rockshow te gaan doen. Dat is een idee wat ik al een paar jaar in mijn kop had en ik had nog nooit een goede plek gevonden om het uit te voeren. En ik dacht van nou, dit is volgens mij de kans om het te doen. Voor mij was het voornamelijk de fascinatie voor het fenomeen rocks en stenen, rotsblokken. Puur de appreciatie van het ding, van het voorwerp. En ja, het leek me gewoon heel mooi om dat met meerdere kunstenaars vanuit verschillende invalshoeken iets mee te doen. Het museum is eigenlijk een soort nieuwe pleisterplaats geworden voor kunstenaars die langskomen en hun werk verrichten. En dat blijft dan allemaal achter als onderdeel van de rockshow. Ik wilde het woord tentoonstelling zeggen, maar het is dus eigenlijk geen tentoonstelling. Dat probeer ik het te vermijden. Het is eerder een soort collectief ding. Mijn idee daarbij is een soort coöperatief kunstwerk. Wat bestaat uit natuurlijk meerdere losse werken. Die gaan natuurlijk een dialoog met elkaar aan. En ja, daar moet dan niet te veel nadruk uiteindelijk liggen dat het een tentoonstelling is. Dus op een bepaalde manier moet het werk ook heel erg voor zichzelf spreken. Dus we gaan ook niet met bordjes werken in het museum. En ik ervaar het toch echt als een heterotopie hier. Het is een ander woord daarvoor om het uit te leggen is om het eenvoudig te houden een plek van anders zijn. En het is een plek die op zichzelf staat, eigenlijk niet voldoet aan waarde en norm in de maatschappij, maar misschien ook niet echt voldoet aan richtlijnen voor een tentoonstellingsruimte of een museum, maar meer daar ergens tussenin. Ik zit zelf hier natuurlijk al 2 maanden, dus ik blijf gewoon maar doorwerken. Dus dat werkt voor mij, dat is bijna een soort rode draad overal door. Ik zit hier dus in het buitenatelier. Dat hebben we aan het museum toegevoegd. Het is een plek om buiten te werken en het is dan eigenlijk ook meteen een presentatieplek, dus ik maak hier een werk. Meteorite named Erica en meteoriet genaamd Erika. Dat is de naam van mijn overleden moeder. Dit project staat bij mij ook helemaal in het teken van herdenken en heel erg met gevoel en emotie bezig zijn. En daar hoort sterven eigenlijk ook bij. En vandaar die verzamelplek voor het herdenken. En misschien ook wel de aard van mijn werk nu. En ik wil dit werk dan aan mijn moeder opdragen. Als een soort zinnenbeeld, als een soort beeld van mijn moeder die getransformeerd is tot een meteoriet die nou in de ruimte zweeft. Toen dit huis gemaakt werd door mijn technische jongens, heb ik een andere plek in het bos met stenen gewerkt die ik heb verzameld. De bedoeling daarvan was om het soort ritueel gedenkplek te maken voor het herdenken van verloren dierbaren. Dus mensen worden ook uitgenodigd om stenen met briefjes op te sturen. En die gaan we dan plaatsen in die cirkelvormige stenenkring die ik heb gemaakt. En dan hebben we in het bos ook nog een put gegraven om enerzijds geologisch te spelen, maar ook weer te kijken wat daar nou uitkomt. Dat is ook weer een hoop stenen dus. En ook om dat bewijs te leveren. Dat op de puinhelling van de Maas zit en hoe dat zit. Ja, romantiek, of misschien moet je zeggen neoromantiek, speelt zeker een rol in mijn werk. Ik denk dat het gewoon mijn kunstenaarspositie is. Heel erg gerelateerd aan dus het escapistische idee, maar ook het activistische idee. En ja, tegenwoordig is daar een nieuwe visie op, dat heet metamodernisme. En dat is eigenlijk een voortzetting van die ideeën daaruit. Heeft ook alles te maken met sensibiliteit en inderdaad met natuur bezig zijn, een verhaal willen vertellen. Maar ook met ambacht, lang aan iets werken. Jean-Bernard Koeman, die kruipt eigenlijk in de huid van een soort stenenverzamelaar die in een auto rondrijdt en dat uiteindelijk ook tentoonstelt.
En daar zit ook een hele soort romantische positie in. En dat heeft allemaal met reizen te maken en presenteren. Dat is binnen te zien. Een Belgische kunstenaar, Yves Maas, die is met het landschap van de hier omgeving bezig geweest. Maar maakt daar eigenlijk een soort 3D-foto's van die geprint zijn in titanium. En dan eigenlijk weer bijna de vorm van een rock krijgen, maar dan wel een heel speciaal soort, een juweelachtige rock. Hij maakt een installatie die ook die context helemaal aangeeft van die gefotografeerde plekken. Gelinkt naar een Jean Massard, bioloog die hier foto's heeft gemaakt. Francis Denis, een andere Belgische kunstenaar, die doet iets met collectie plaatjes die hij heeft van rocks. En dat wordt geprojecteerd in een maquette. En hij maakt daar eigenlijk, hij laat daar eigenlijk twee projecties zien, zeg maar zijn hele collectie van. Dat heeft geloof ik de titel More Boulders. Dat is een ongoing verzameling van internetplaatjes die allemaal te maken met stenen, bergen. Gekke plaatjes, serieuze plaatjes, beeldende kunst enzovoort. Maar volgens mij krijgen we ook een video of een projectje te zien van één steen die van alle kanten belicht gaat worden. Ja, we hebben een heel leuk mottobeeld, of tenminste een uitnodigingsbeeld. Het is een foto van Melanie Bonaggio. En dat gebruiken we als affiche, een ansichtkaart. En als billboard hier, dus echt een publiekstrekker.